Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft vandaag een persconferentie belegd waarbij informatie is verschaft over het bezoek van 16 traditionele gezagsdragers aan China. De informatie werd verstrekt door onder meer het minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en de ambassadeur van China in Suriname, Liu Quang. Een groep van 16 traditionele gezagsdragers bracht in de periode van 21 tot en met 31 oktober een bezoek aan China. Een van de belangrijkste doelen was om de vriendschapsbanden tussen Suriname en China te verstevigen. We hebben binnen de groep, waarvan 16 mensen dus zijn afgereisd, zowel inheemse als Marons, en alle stammen hebben we betrokken. 2, 3, 1, het hangt er vanaf. We willen bedanken op de eerste plaats de ambassadeur van China, hartelijk bedankt. We willen bedanken de president van Suriname, die ook alle ondersteuning heeft gegeven aan dit bezoek. De collega van Buitenlandse Zaken. De collega van Binnenlandse Zaken, met name CBB, om ons te helpen de documenten in orde te maken. Alle andere hardwerkende mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, dat zo'n reis kon worden ondernomen. The main purpose is very simple, is to strengthen the friendship and understanding between China and Suriname, especially between people to people friendship. And I follow you, your trip very closely. I got a lot of pictures from my friends when you were in China. They sent me the feedback. And I understand that it's a very successful trip. I call it historic trip in our relations. Yeah. So many chiefs and captains went to China to see this country, which may be for you, most of you, are the first time. De delegatieleider was Nilton Grootvaam, directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling in Heemsen. Grootvaam blikte tevreden terug op de missie. Als delegatieleider heb ik samen met Miguel Abili van de afdeling internationale betrekkingen, was ik verantwoordelijk voor die voorbereiding. Samen met al de andere mensen die de minister genoemd heeft. En ook gedurende de dagen daar, waren wij de verantwoordelijke mensen. Samen met natuurlijk het traditioneel gezag. De trip zelf is zeer enerverend. We waren in de gelegenheid om drie grote steden te bezoeken. Beijing, Hangzhou en Shanghai. Er waren twee officiële momenten ertussen. Twee officiële momenten waarbij we van gedachten hebben kunnen wisselen met de directeur van Buitenlandse Zaken gezeteld in Beijing. Die verantwoordelijk is voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En in dat onderhoud is natuurlijk nagegaan wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. De directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling in Heemsen, Nilton Grootvaam. Hij sprak vandaag op een persconferentie waarbij is ingegaan op het bezoek van 16 traditionele gezagsdragers aan China.